Maakt hij het nu wel af? Langs Jones, daar is de goal. Ambrose. En het staat 1-1 in Breda. Dan lijkt het op een gegeven moment alsof het wel stil is voordat je net het veld op gaat. En daar komt het eindsignaal. En het feest, het Bredaanse feest in Den Bosch, dat kan compleet zijn. 3 jaren achter elkaar ging het mis. In 1993 zal het lukken. NAC terug op het hoogste plan. De echte voetbalsfeer, zoals je die ook in de binnensteden van Engeland aantreft. Hier is de aftrap en dan is een echt avondje NAC van start gegaan. El Alucci. Ja! En de vreugde kent geen grenzen. Breda zal vanavond natuurlijk één groot feest zijn. En dan is dit misschien wel in potentie het mooiste avondje NAC. Het verhaal van NAC is geen verhaal van glorie, prijzen en Europacups. Bovenal schreef NAC geschiedenis als een sociaal fenomeen. Een club als een dorpskroeg, zo Bourgondisch als Breda zelf. Als er iets is wat NAC een afwijkend soort status geeft, dan is het het avondje NAC. Een unieke mix van voetbal, uitgaan, volle tribunes, bier en kunstlicht. Al ruim 40 jaar een begrip in het Nederlandse voetbal. Het ideale avondje NAC begint 's middags al, in de stad, en gaat tot in de late uurtjes door. Vrienden, vaders, zonen, complete families, ze hebben hun eigen rituelen en hun eigen vaste plekjes in het stadion. Wat hen bindt, is de onverwoestbare liefde voor NAC, de volksclub van vallen en weer opstaan. Kijk, elke club heeft een bepaalde identiteit en voor NAC is dat de zaterdagavond. Niet de prijzen die we pakken of hoe goed te doen in de Eredivisie. Ja, waar wij bekend op staan is dat hier qua sfeer op de tribunes gebeurt. En ja, op zaterdagavond, dat is onze hoogmis. Ideaal avondje NAC. Sowieso moet die op zaterdag zijn. Een strijdend elftal. Ja, een tribune die er helemaal achter gaat staan. Lekker biertje erbij. En dan hopelijk 3 punten. Wij hebben met z'n allen heel veel plezier, altijd, of we nou winnen of niet. We kunnen gewoon heel goed relativeren, gewoon heel veel lol. Ik denk dat dat de ingrediënten zijn van de avondje NAC. Prognose? Ja, oké. Prognose? 3-1. 3-1. 3-1? Het is geen prognose daar. Dat wordt gewoon, dat weet je gewoon. We zitten met 19.000 man in het stadion. Ik ken ze niet, maar het zijn wel allemaal mijn vrienden. Je valt elkaar in de armen bij een doelpunt, ook al heb je iemand nog nooit gezien. Ik ben ooit een keer als 8-jarige met mijn broer meegegaan. En toen was het verkocht. Maar het grappige is, eigenlijk kan ik die wedstrijd niks van herinneren. Maar wat ik me vooral kan herinneren is dat ik hier de tribune opliep. En ja, gewoon die atmosfeer die er hing. Iedereen was uitgelaten, er hing een bepaalde vibe. En ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. En sindsdien ben ik verslaafd geraakt aan, nou ja, ik zeg voetbal, maar ik ben eigenlijk verslaafd aan NAC. Ik ben NAC supporter en daarna ben ik misschien een voetballiefhebber. Maar voor mij zijn het wel 2 verschillende dingen. We staan de eerste 2 coupletten van Breda's volkslied, hè.
voor de wedstrijd het clublied en na de wedstrijd Breda's volkslied. Breda vooruit, de klokken luiden, Breda kijkt blij, de schoonste... Nak is veel meer dan voetbal. Nak is één grote familie. We schelden er ook vaak op, hoor. Tuurlijk. Ik heb vaak zat gehad van, zoek het maar uit, ik ga niet meer. Maar ja, week daarnaast stond er weer vooraan. Kijk, nou is het gewoon een betonnen bak met plastic stoeltjes. Maar op één manier, als het dan gevuld is, dan verandert het. Is het soort, bijna een soort organisme is het. Er zitten mensen, jong, oud, arm, rijk. Het is eigenlijk gewoon een soort dwarsdoorsnede van de samenleving. En dat maakt het stadion gewoon een bijzondere plek waar mensen die misschien in het dagelijks leven niet zoveel met elkaar te maken hebben, samenkomen, samen een biertje drinken. En dat maakt wel dat het meer is dan een spelletje. Dat is Jona, dat is mijn zoon. Dit is Lola, dat is mijn dochter. We zijn nu op weg naar Schaven. Dan gaan we eerst even een frietje eten voordat we naar de wedstrijd gaan. Oh. Hey. Dit is smakelijk, hè? Hey. Mag ik een fietsje mee? Ja. En een kroket? Een fietsje stookvlees met mayo en een kroket. Daar zit nu op dit moment een groepje van 9. Die nemen allemaal een beetje het nakmenu. Dat is een frietje met stoofvlees, een nasiballetje en dan krijgen ze het voorgerecht van onze Joep. En vandaag, omdat het wat kouder is, hebben ze nou een erwtensoepje vooraf. En dan gooien we daar nog een glühweintje erin. En dan kunnen ze met een gerust hart naar het stadion. En dan wordt het of 1-0 voor NAC, of het wordt 1-4 voor Feyenoord. Maar ik weet het niet, ik hoop het eerste. Kijk, we hebben natuurlijk 2 jaar jubileum gespeeld. En dit zijn wel de wedstrijden waarvoor je promoveert. Hier doe je het voor, thuis tegen Feyenoord, thuis tegen Ajax. Ja, dat zijn gewoon grote potten. Ik bedoel, je komt voor je club en eigenlijk moet de tegenstander niet te doen. Maar dit is leuker dan Emmen thuis op vrijdagavond. Het valt me trouwens op dat je geen bier hebt. Ja, dat is echt heel toevallig om nou even rustig aan te doen. Even thuis eten. En zo meteen gaan we lekker biertje drinken. Lekker ben jij, blikje IC op. Ja, IC daar. We zijn bijna bij het stadion, ik denk nog een kleine 200-300 meter. Laatste opwarming en dan kunnen we naar binnen. We hebben schijt, Rotterdam. Nou begint het spannend te worden. Het is altijd als ik dichterbij kom, dan wordt het spannender. Dan gaat alles al, dan gaat er iets door je heen. Langs Jones, daar is de goal, Ambrose. En het staat 1-1 in Breda. Dit is mijn strafschop en het is raak. Veel Bredana's koesteren het avondje als hun eigen kind. Het is een onmisbaar onderdeel van hun sociale leven geworden. Compleet met eigen rituelen, zijn eigen sfeer en zijn eigen kroegen. Het avondje NAC is niet alleen van NAC, het is iets van heel Breda, van heel de regio. En dat terwijl het avondje NAC in 1975 haast toevallig ontstond. Op de dag dat secretaris Eugène Lemmens naar Frankrijk vloog om een paar lichtmasten op te halen. Een doodnormale door de weekse dag, maar een eikpunt in de clubgeschiedenis. De lichtmasten die moesten er komen van de KNVB. Omdat iedere keer gaf de KNVB aan de eredivisieclubs
ja, eigenlijk de opdracht mee om aan de voorwaarden te voldoen om wedstrijden überhaupt in die competitie te mogen spelen. Dus zo waren er voorschriften over de veiligheid in het stadion, hekken rond het veld, een spelerskooi. En zo was het natuurlijk ook een van de voorwaarden, de lichtinstallatie. We zijn met een klein vliegtuigje naar Frankrijk gegaan. Op uitnodiging van de leverancier, of in ieder geval degene die de offerte had gemaakt. Ja, dan kom je daar even buiten Parijs aan, bij die grote staalfabriek. En het aanbod en de offerte was in ieder geval financieel gezien gunstig. En dat was nog in een tijd dat NAC echt op zijn centen moest letten. We zijn hier op het RKC-veld en nou heb ik niks met RKC, nooit gehad ook. Maar het enige mooie hier vind ik dus die lampen die ik daar zie. En dat zijn lampen met de historische waarde, want dat zijn de oude eerste lichtmasten van het oude NAC-stadion. Als je zo'n lichtwedstrijd speelt, dan lijkt het op een gegeven moment alsof het wel een tijdje stil is voordat je net het veld op gaat. En dan was iedereen met zijn doppen bezig en dan hoorde je dat zo schaven, net als paarden zeg maar. En dan kom je dus de hoek om en dan kom je het veld op en dan kom je echt het licht in. In december 1975 is de eerste lichtwedstrijd gespeeld tegen Fortuna Düsseldorf. Ja, en toen zeiden we, als dat zo wordt ontvangen. En die reacties die zijn zo enthousiast. Ja, waarom zouden we dan niet de wedstrijden op zaterdagavond gaan spelen? De supporters en de spelers, samen werden ze eind jaren 70 gegrepen door de magie van het kunstlicht. Niet alleen het publiek gaf wat extra's, de spelers op het veld deden dat ook. Het avondje NAC was niet alleen gezellig, voor tegenstanders kon het ook intimiderend zijn. Van het moment dat we de zaterdagavondwedstrijden gingen spelen, ja, toen kwam de echte sfeer. En dat publiek toen de tijd, dat is me altijd bijgebleven. Dat was, of dat dan al voor de wedstrijd was, of tijdens de wedstrijd, in de rust of daarna. Het was echt ongelooflijk. Je wist eigenlijk niet wat je meemaakte. Vooral thuis hebben we heroïsche gevechten geleverd. Onder andere de wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld. En ja, dat was. Op een gegeven moment ging het praatje rond dat NAC dus bijna niet te verslaan was in de lichtwedstrijden. Op het avondje NAC thuis in de Beatrixstraat. We wonnen bijna al onze thuiswedstrijden. En dat kwam dat door dat publiek. Waarin het heel dikwijls gebeurde dat we toch vrij lang gelijk bleven. En dat we dan toch nog in de laatste minuten van de wedstrijd altijd weer scoren. Wat gebeurt dan bij het avondje NAC en daar ja, is altijd één groot feest. De saamhorigheid, het sociaal samenkomen bij elkaar van heel Breda aan omstreken. En dat is voor mij echt gewoon wat NAC maakt. Ik herinner me wel, er was een slogan en dat was een avondje Breda. En van het avondje Breda heeft Eugène toen, heeft Eugène toen het avondje NAC gemaakt. En dat zijn we toen enorm gaan promoten. Dat is me altijd bijgebleven. Ja. Maar Eugène, even terug naar die slogan. Heb je dat dan een beetje gejat? Nee, dat is de inventiviteit geweest. Jatten doen we niet.
Nee. We lenen hooguit eens even iets van iemand. Maar echt jatten, dat komt in ons woordenboek niet voor. Dat publiek, dat hield die supporters. Ze hadden ook altijd weer wat. Ze verzonnen elke keer weer wat nieuws. Zeker wel, ik herinner me nog dat ze met honderden toiletrollen over op die goal aan het gooien waren. Om de druk te verhogen, was dat dan toen de tijd. Voordat de wedstrijd begon, was het al feest eigenlijk. Dat moet voor mij in de jaren 75, 76 geweest zijn dat ik voor het eerst echt besefte dat het avondje NAC iets speciaals was. Ik was toen verslaggever bij NOS Studio Sport en langs de lijn. Dus ik werd daarheen gestuurd. En het was wat wij ouderen noemen de echte voetbalsfeer. Zoals je die ook in de binnensteden van Engeland aantreft. Je auto parkeren pal achter het stadion in de zijstraat. Dat kon lopend tussen de mensen door die worst verkochten en een sportgids verkochten met de opstelling van beide elftallen. En dan zo door het hek naar binnen. Dat was zoals wij eigenlijk voetbal vroeger beleefden. Het stadion te midden van de huizen. Je ging echt een avondje naar het ouderwetse voetbal. Het stonk er gewoon naar voetbal. Ik had natuurlijk niet de hysterie die de echte Bredanaar had. Ik had ook iets van heel erg leuk, maar kunnen jullie ook winnen? Ik had ook enige afstand. Ik vond ook aanvankelijk het gedoe in het aanpalende café nogal overtrokken. Kijk, ons nou echt Brabants wezen. Dat had ik wel een beetje. Maar ik viel toch ook wel voor het avondje. Omdat het was vermaak. Het was vermaak van begin tot het late eind. Maar ik denk dat het voor de echte Bredana nog veel meer een avondje. Nee, ik denk een dag uit was. Eerst middags de stad in, daar een terras pakken. Daar de eerste pinten pakken en dan pas naar het voetballen. Ja, dat is voor een westerling die niet zo op dat bier gesteld is, is dat wel even wennen. Ik heb me aangepast. En ja, toen besloot ik om naar Spanje te gaan. Ik vind het gewoon het moment. Hoezo? Ik vind het zelf op dit ogenblik heeft één held. Dat is ja, we speelden eigenlijk altijd op zaterdagavond. Misschien dat ik ANVB wel eens een keertje, als we tegen Feyenoord speelden, dat het een risicowedstrijd was. En dan speelden we minder. Wij vonden het lekker dat het tegenpartij het een beetje luguber vond. We hadden niet het allerbeste licht. Dus er zaten af en toe wel schaduw of wat dode, donkere hoeken. En wij waren eigenlijk een beetje, ondanks het feit dat je altijd tegen degradatie knokte. Want dat was NAC altijd in de Eredivisie, ook in mijn tijd. Zeker in mijn tijd. En dan had je toch het gevoel van wie er ook komt, we gaan winnen. Ik kwam van begin jaren 80 ongeveer bij NAC als supportertje, als klein ventje. En eind jaren 80 stond er een advertentietje in het programmaboekje dat ze een fotograaf zochten. En ik deed toen kunstacademie, ik was al een beetje met fotografie bezig. En ik wilde heel graag een keer op het veld bij NAC. Dus ik heb gewoon een briefje geschreven en ik mocht komen. Ik had eigenlijk helemaal geen apparatuur die er geschikt was. Technisch was ik totaal niet onderlegd, dus ik deed maar iets. Maar ik zat wel op het veld. Ik heb die foto's destijds gemaakt in opdracht van het Stadsarchief in Breda.
En voordat ik aan die serie begon, wist ik eigenlijk al welke plekken ik wilde fotograferen. Want ik kende dat stadion van binnen en van buiten. Ik kwam al jarenlang. Ja, dat had een heel speciaal plekje. Zo'n frietkotje. En dat was zo sfeerbepalend. Want als je hier op de tribune stond, aan deze kant, ja, dan je had een beetje pech met de winst. Dan een hele wedstrijd in die frietwalm. En ja, dat zijn dingen die echt bij zo'n oud stadion horen. Ja, deze foto kun je nergens anders maken. En dat mannetje wat op die fiets staat. En hier zit wel iets van magie in. Wat je in dat oude stadion echt wel had. En hiermee heb ik de foto's in het oude Beatrix stadion gemaakt. Filmpje erin natuurlijk. En met zo'n filmpje kon je 12 opnames maken. Ja, en het was natuurlijk maar afwachten wat ik kreeg. En het was in het laatste seizoen. Dus ik had ook niet veel tijd meer. Dus het moest lukken. Kijk nou eens aan, zeg. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ook ik hier menig glaasje bier gedronken heb. De cordial, ja, dat was het gebeuren. Na afloop van de wedstrijden, dan zat die bom vol. En wij als... De spelersgroep en de technische staf die gingen dan bijna in zijn totaliteit, nadat we eerst in het spelershome geweest waren, naar die cordial toe om hier nog een pilsje te drinken. Het is ook meerdere malen gebeurd dat de afgelopen bijvoorbeeld de scheidsrechters hier waren en die namen we dan mee. Nou ja, dan moet ik eerlijk zeggen, die werden dan volledig dronken, werden ze over het algemeen werden ze afgevoerd. Het is heel raar om te zien dat het niet meer hier is, maar ik herinner me heel goed dat het precies op deze hoek was, ja. In de jaren 70 leek haast alles mooi en meeslepend. In de jaren 80 werd het rauwer, harder. De tijdsgeest veranderde en daarmee de sfeer op de tribunes. De harde kern van NAC vormde zich. Eerst op de Spionkop, later met de oprichting van de stichting B-Side. Een groep supporters die zich liet gelden. In Breda en daarbuiten. Het radicaliseerde hier een beetje doordat je je aangevallen voelde door mensen van buiten. Door supporters van andere clubs die ons ook wegjoegen. En dat, ja, op een gegeven moment denk je van, ja, dat pikken we niet meer. Joren. Kun je nu niet meer voorstellen, maar hier was de hoofdingang van het stadion. Enorme tribune daarachter. Verderop was het NAC-paviljoen, zo heette dat, de Beatrixstraat. En daar had je een café. Hierachter een park. Hierin lag het stadion. Totaal niet af te sluiten eigenlijk. Allerlei toegangswegen die kant op. Was niet te doen voor niemand. Het was gewoon een heel mooi kasteel waar je langs alle kanten naar binnen kon. En hiervoor, om in die termen te blijven, dit was het toernooiveld, zal ik maar zeggen. Er staat nu een grote flat, maar dit was het plein waar in feite duizenden mensen naartoe gelopen kwamen om daar naar een wedstrijd te gaan. Op de tribune zijn de Feyenoord supporters weer aan de gang. En daar wordt ook even een kleine razzia uitgevoerd door de Bredaanse politie. Kijk eens even, daar wordt ook even verschrikkelijk op ingehakt. Nou, zoiets. Hij wordt geslagen, zeg. Is dat nou wel nodig? Is het wel nodig dat er zo hard geslagen wordt op supporters? Nou, de Feyenoord supporters vluchten als een haas het stadion uit. Ja, dan zal ze niks anders overblijven. En scheidsrechter Severijn, de grensrechter is geraakt door het publiek. Hij hangt voorover en wordt nu het veld afgevoerd. Nou, die maakt een hele dizzy indruk. Aanhang van Feyenoord was het oneens met de beslissing van het arbitrale trio. En vanuit die hoek werd er een asbak gegooid naar grensrechter Matena. En die bloedde in no time als een rund. Het was een schandalige actie natuurlijk vanaf de tribune. En dat heet sindsdien het asbakincident. Jongen, wat een opwinding ineens in Breda. En dat allemaal rond dat tweede doelpunt van NAC. Daar ineens die grensrechter vanuit het publiek bekogeld werd. Daarna de politie
erop inhakte. En scheidsrechter Severijn voorlopig in ieder geval heeft besloten de wedstrijd te beëindigen. Maar ik denk dat het daar wel bij zal blijven. En dat we het met deze beelden van NAC Feyenoord zullen moeten doen. Je ziet een teleurgestelde trainer Jo Jansen die net zo blij was met zijn 2-2. Uiteindelijk werd de wedstrijd gestaakt. De dader is nooit gepakt. Het restant van de wedstrijd is uitgespeeld en die won NAC. Ja, het markeert wel een bepaald tijdperk waarin de hele ambiance rond supporters die veranderde. Dat was al wel een tijdje aan de gang. In Engeland verruwde het nogal op de tribunes. Wat er hier gebeurde is dat een groep supporters zich verzamelde en zei van ja luister, wij gaan nooit meer weglopen, dat doen we niet. Want dit is onze club en als die klootzakken van elders niet tegengehouden worden, dan houden wij ze tegen. Ik hoorde bij die groep die niet wegging omdat er vervelende jongens uit andere steden aankwamen. Ja, daar werd hij fors geknokt, zeker. En dat kon soms ook niet anders. Ik vind het nog steeds jammer voor die anderhalve politieman die daar dan tussen liep. De ordehandhavers, de politie, was daar niet op ingesteld. Wij melden op een gegeven moment van nou, we gaan met 250 man naar Tilburg en we komen zo en zo laat aan met de trein. Het is maar dat u het weet, we zijn nergens op uit, maar dan weet u het in ieder geval. En daar is ook de kiem gelegd voor het avondje NAC zoals je dat nu ook nog hebt. Omdat dat vooral supporters waren die ontzettend veel lol wilden trappen rond de thuiswedstrijden van NAC. Want laten we niet vergeten, kijk, eind jaren 70, jaren 80 werd er geknokt. Maar dat waren echt incidenten. Het was niet dat iedere wedstrijd gebeurde, absoluut niet. Ja, dus hier in Breda, de beruchte asbakwedstrijd, thuis tegen Feyenoord. En toen was ik een manneke van een jaar of 9 of 10 was ik toen. En dat was mijn kennismaking met Avondje NAC. Nou ja, dan ben ik gelijk verkocht natuurlijk. Hè. Ik denk van, wat gebeurt hier nou toch allemaal? Gestaakt, moet het stadion uit als jong manneke. Dat kan toch helemaal niet? Nou, dan zie je die Rotterdammers het stadion uitlopen. Alsof ze... Toen dacht ik al van, wacht maar terwijl ik groot ben. Ja, daar stond ik als jong manneke en dan keek ik naar die gasten toe. Ja, dat was voor mij. Dat waren mijn helden. Twee NAC-supporters die zich aan de doelpalen hebben vastgeketend. En dat terwijl scheidsrechter Thomas en beide ploegen, de Brabanders onder elkaar, allang op het veld staan. Waar moet dit voor doorgaan? Nou, dit is voor ons een algemeen protest van wat er leeft onder de bevolking hier in Breda en de regio. Over het welzijn van NAC en men begint onderhand wel te balen, denk ik. Wat we gedaan hebben is niet meer als twee kettingen meenemen met een hangslot. En we hebben tegen elkaar gezegd, we klimmen over het hek heen. En we zetten ons vast. En dat is ons protest. Ja, het was eigenlijk heel simpel natuurlijk. We kunnen hier even aan deze kant komen staan. Kunnen we wat zien? Wat is er voor schaar? Ja, een betonschaar. Waar heb je die vandaan? Van de ME. Staat even op zijn truitje. Ja, dat maakt niet uit. Ja, nog een keer. Wanneer hebben jullie je vastgeketend? 1 minuut voor de wedstrijd. Wat gaat er nu gebeuren? Wij gaan ze meenemen nu naar achteren. Wie bent u? Ik ben de hoofdcontroleur van NAC. Wij gaan ze nu dus gewoon samen afvoeren naar achter naar de tribune en dan maken we nog even een praatje met jullie. In mijn beleving was het een dramatische periode en wij vonden als supporters zijnde dat er wat moest gebeuren. Zowel financieel als voetbaltechnisch ging het gewoon niet goed. We speelden wel met een redelijk Breda's elftal, maar als je budgetair zag hoe het liep, en dat is altijd al geweest bij NAC, ja, en daar dachten wij iets eventjes aan de kaak te moeten stellen door onder andere deze actie. Kijkt u mee?
Had u dit wel eens meegemaakt, meneer Thomas? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik vind het schande. Ik vind het echt een schande. Ja? En ik begrijp niet hoe het... laat ik me niks zeggen, want het is... Ik vind het asociaal. Waarom asociaal? Ja, aan kettingen. Wat heeft het nou met voetballen te maken? Wacht u nog even tot ik boven ben? Okay. Ja, dan wacht ik. Ja? Voor jou 2 minuten. Wel tijd, hè? We hebben van tevoren uitgezocht van wat kunnen de gevolgen eventueel zijn. De gevolgen waren van erfvredebreuk. Want je komt op verboden terrein, dat was maximaal 6 uur vastzitten. Ja. Daar gingen wij vanuit. Hallo, onze vriendin ook vertel, ik had thuis ook gezegd. Ja, we komen wel later thuis en dat staat er op stapel. Ik moet zeggen, dat is reuze meegevallen, want we hebben de hele wedstrijd hebben gezien. We kregen ook een pilsje, Tom van der Meer, weet je nog goed. Die kwam mee het veld op, samen met de voorzitter van PSV. En die van PSV was natuurlijk, en dat dit kan gebeuren, en levenslang schorsen. En Tom van der Meer, destijds secretaris, of was hij voorzitter? Volgens mij wedstrijdmanager. Manager van het eerste. En hij zei van, Jos en Marco, waarom doe je dat nou? Godzang, we kennen jullie elkaar zo goed, maar Allah, ga maar... Kom op, pak de pintje en die tribune op. Over de jaren 80 wordt soms romantisch gedaan, maar de realiteit was vaak treurig. Het elftal strompelde onder in de eerste divisie, na jarenlang wanbeleid en achterklap. Als je te veel uitgeeft dat je ontvangt, dan ga je naar de kloten toe. Ze waren bijna failliet. Beslag van de belastingen. En dat is wel een leuk verhaal dat we in die houten keet zaten. Werd NAC geveild door de fiscus. En hadden we een paar stevige jongens uitgenodigd. Als zij over ons bod heen gingen, dan gingen ze ernaast staan. Dus niemand ging over ons bod heen. En toen hebben wij NAC teruggekocht. De fiscus was niet zo blij, want zoveel geld kregen ze nog niet mee. Kijk, je kreeg voor het seizoen kreeg je 1 trainingspak om in te trainen. En daar moest je een jaar mee doen. Maar ja, ik was keeper. Dus ja, die broek die was binnen een week waren die knieën door. En toen moest ik hem maar uitzoeken. Dus ik stond vaak met dicht getaped scheuren in mijn broek stond ik te keepen op de trainingen. Ja, er kon gewoon niks. Zo diep was NAC rond 1986 gevallen dat zelfs de zoveel geroemde aanhang massaal wegbleef. Ik denk 1987, 88 zo. Nou, toen denk ik dat er nog maar 1000 man op de tribune zat bij wedstrijden. Ja, dit was een beetje het NAC Stamcafé in die tijd. En wij, we waren toch wel na de wedstrijd, waren we altijd hier. Zo te zien had ik al een aardig biertje gedronken toen. Pierre minder. Ik was chauffeur, ja. Ik was jouw chauffeur. Pierre is ook 10 jaar jonger, dus ja, die kan er wel beter tegen. Mooie foto, Lange, hè? Ik geloof dat ik toen net mijn eerste contract getekend had. En het geld zat in die tas? Het handgeld zat toen nog in die tas, ja. Daar heb ik die kleren van gekocht. Ja, dit kan ik me wel herinneren. Dit is mijn eerste werkdag voor NAC. Nadat ik van RBC over was gekomen. Ik zat net een half jaar bij NAC, was ik terug van Feyenoord. In de zomer kwam Pierre. Pierre speelde in de spits. We speelden eigenlijk met 2 spitsen. Ik speelde dan als nummer 10 erachter. Dus dan weet je, in het veld sta je heel dicht bij elkaar. Dus ja, het is heel belangrijk om daar een goed gevoel te krijgen. Om elkaar te kennen. Om patronen te weten van elkaar. Ja, en dat ging toen bij Pierre en bij mij. Dat ging heel vlot. Ja, en toen kwam Spelvers en toen is het gaan draaien. En eigenlijk zag je toen elke week, of elke thuiswedstrijd, zag je plukjes mensen erbij komen. Tot op een gegeven moment dat het stadion, dat we echt mee gingen doen om promotie. Ja, dan zie je gewoon dat de mensen, toen zat het gewoon weer vol. Toen werd voor mij dan, ontstond het avondje NAC, noem het even 2.0. Hè, waar Ton in zijn eerste periode te maken had met de originele versie. Ja, kwam daar een soort van chemie tussen elftal en tussen supporters. Dat had... De Spelbos Yellow Army. Ja.
Het is 2:30, u luistert naar NOS Langs de Lijn. Ja, we gaan het feest maar meebeleven in Den Bosch bij Jabaks. En die kan vertellen dat de elftallen zojuist het veld opgekomen zijn. En dat het een ongelooflijk pandemonium is van vuurwerk, van geluid, van rookvuurwerk. Dat geel-zwart de lucht ingaat. We gaan kijken, Lokhoff die passeert de tegenstander. Oh, gaat het weer makkelijk. En dan Pierre van Hooijdonk om die bal van afstand schitterend in te schieten. Komt het eindsignaal en het feest, het Bredaanse feest in Den Bosch, dat kan compleet zijn. 3 jaren achter elkaar ging het mis. In 1993 zal het lukken. NAC terug op het hoogste plan. De spelers gaan nu in de richting van de hoek waar de meeste supporters zijn van Breda, van NAC. Het zijn er zeker een 5.000-6.000 geweest vandaag. En de vreugde kent geen grenzen. Breda zal vanavond natuurlijk één groot feest zijn. En ik denk dat dat toch wel heel lang zou kunnen duren. Zoveel supporters uit Breda en daar hebben we natuurlijk een gigantisch feest gehad van vanaf Den Bosch in de terugweg tot Breda en toen natuurlijk hier in de stad. Op een gegeven moment gaan die deuren daar open van het stadhuis en je ziet die hele menigte staan, ja, dan word je helemaal gek. Nou, de hunkering van een stad, van een club die al jaren probeerde terug in die Eredivisie te komen. Iedere NAC-supporter die erbij was, kijkt met hetzelfde gevoel van weemoed terug op de promotie van 1993 en de jaren daarna. Alsof we de wereld opnieuw veroverden, zo voelde het. De supporters, de spelers, de coach, het stadion, de cafés van Breda. Ze smolten samen tot misschien wel het mooiste NAC uit de geschiedenis. Abdellaoui, NAC geeft niet op. Wordt het toch nog 2-2? Het kan 2-2 worden en het is 2-2 door Lokhoff. Mister NAC. De stille kracht van NAC heet Ben van Bilze. Al sinds mensenheugenis de hondstrouwe, immer bescheiden materiaalman. De antiheld van alle NAC-supporters. Het is begonnen in de tijd dat Jo Jansen hier hoofdtrainer was. Toen ben ik het in de avonduren al gaan doen. En in 94 ben ik in vaste dienst hier gekomen. Er zijn er dus heel veel bij die ik dus van spelers persoonlijk heb gekregen. En vooral van spelers die hier eerst gespeeld hebben en dan later bij een andere club. En dan komen ze weer hier spelen en dan krijg ik af en toe een shirt van die jongens. Ja, ja, ik heb een heel goede band met spelers. Ja, mooie herinneringen wel aan de Beatrixstraat. Het was er veel gemoedelijker alles bij elkaar. En dat wil niet zeggen dat dat nu niet meer is, maar het is daar, heel het voetbalgebeuren is veranderd in al die jaren. Maar dat, je was ja, saamhoriger, het was allemaal kort bij elkaar alles. Ja, alles zat bij elkaar. De jeugd die liep er rond en die zaten daar voor en speelden er wedstrijden en noem maar op. Ja, dan komt iedereen voorbij en kom even binnenlopen en dat mis je dan af en toe. Het is wel eens eenzaam, ja. He, kijk, je hebt wel eens dagen bij dat je hier niemand ziet langskomen of wat dan ook. Maar ja, daar raak je aan gewend. Welus. Hey.
Hoe is het? Goed. Goed? Goed? Ja, ja, ja. Goed zo. Ja. Je zin in een bak koffie? Een bak koffie. Ja? Ja, die man die in het verleden altijd de wedstrijdformulieren kwam halen, die kwam nog even binnengelopen. Ja. En Ger Sende, die ken ik dan ook al. Die heerlijke oude meuk aan de Beatrixstraat, zo dicht op de huizen. Het kon niet meer, dat snapten wij ergens ook wel. Maar dat wil niet zeggen dat het geen pijn deed. Sterker nog, dat doet het nog iedere dag. Wel werd het een onvergetelijk afscheid. Een afscheid in stijl. De tribune waar normaal gesproken de fanatieke aanhang van NAC huist. Maar die hadden een wat veiliger heenkomen gezocht. En pas nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven, kon er weer worden gevoetbald. En zoals gezegd, dat was dus pas na 3 kwartier. Het laatste avondje NAC met die brand. Ja, zeker, zeker. Dat was het laatste avondje NAC tegen Heerenveen. En toen vloog het dak in brand, ja. Ik zag het al gebeuren. Mijn eerste was van, ja, die wedstrijd die gaat niet door. Die is gelukkig nog wel doorgegaan. Kwam maar heel snel met 1-0 achter, weet ik nog wel. Binnen een minuut met 1-0 achter en uiteindelijk wonnen we met 5-1. Voor wie er nooit is geweest, is de betovering van de Beatrixstraat haast onmogelijk in woorden te vatten. Het kon er kolken. Het veld voelde soms als de binnenplaats van een gevangenis, omringd door een uitzinnige menigte. Alles bewoog, overal klonk kabaal. Zoals zoveel mensen die altijd met de Beatrixstraat zich nog vereenzelvigen met een stukje nostalgie, sfeer, voetbal, Engelse sfeer, dicht op het veld. Dus nog steeds voor heel veel mensen heeft dat een hele warm gevoel, voor mij ook. Alleen de realiteit was natuurlijk dat het op een gegeven moment bijna tot op de draad versleten was. Niet meer te beveiligen was, geen faciliteiten voor publiek, geen faciliteiten voor sponsors. Dat gebeurde helaas ook. Dus ja, dan kom je voor dat moeilijke dilemma te staan. Nostalgie of doorgroeien. Het was lekker oud, een beetje van alles bij elkaar op een gegeven moment, een halve tribune erbovenop gebouwd. Je kent dat wel. Het was allemaal nog in zo'n periode dat het veel te duur was om een nieuw stadion te maken. Nou, dan breidden we het maar wat uit en de kleedkamers werden weer een keertje gewit. Ik weet nog dat wij toen na dit seizoen zijn, gingen wij een week met de selectie op vakantie naar Gran Canaria. En na een week kwamen wij terug en toen waren ze het stadion echt aan het afbreken. En toen kreeg ik ook zelf, voor mezelf stond ik daar, echt het geloof van ja, het is echt voorbij. Mijn stadion of waar ik als kind al kwam en ja, gaan ze niet afbreken. En ik weet nu wel dat dat wel voor mezelf wel een heel emotioneel moment was, ja. Het was in de Beatrixstraat één grote familie. En dat was spelers, staf, personeel en supporters. En dat heb ik in het nieuwe stadion nooit meer gevoeld. Ja. En er waren wedstrijden of dat ik na 2 dagen pas mijn stem terug had. Ja. Dat kon een keer gaan, hoor. De Beatrixstraat. Ja, daar konden de spelers ook ruiken, hè. Daar kon je het zweet van de spelers ruiken. Daar konden ze als het ware aanraken. Ja, dat is hier niet. Nieuwe stadion. Een paar jaar geleden heb ik dus ook een reeks in het Radverlegstadion gemaakt. Ik wil dat eigenlijk op dezelfde manier doen als destijds. Ik heb een andere analoge camera aangeschaft. Een Hasselblad. En daar ben ik mee naar het stadion gegaan tijdens wedstrijden. En daar heb ik eigenlijk geprobeerd op dezelfde manier foto's te maken. Het roept wel minder op dan het oude stadion. Kijk, het staat er inmiddels alweer ruim 20 jaar. Er is, wat ik zeg, er is veel gebeurd inmiddels. En toch is het anders. En,
Maar ja, goed, het is wel het NAC-stadion. Dus het heeft toch wel aantrekkingskracht. En als je daar langskomt en die lichten zijn aan, dan wil je toch naar binnen. Ook al is het een nieuw stadion, dat maakt niet uit. Het is van NAC. Ja, het was natuurlijk allemaal nieuw, het was gladjes. Het had niet de sfeer destijds wat men vond dat de Beatrixstraat wel had. Dat is ook zo, dat kan ook niet anders. Maar inmiddels heeft het zich bewezen dat de sfeer ook hier geweldig kan zijn. Het zijn niet de tribunes die de sfeer maken, maar de mensen die erop zitten die de sfeer moeten maken. En die hebben inmiddels bewezen dat ze die sfeer mee hebben genomen naar het nieuwe stadion. Stap voor stap gingen we ons thuis voelen. Ieder jaar een beetje meer. Het stadion kreeg een ziel, een geschiedenis. Door de mensen op de tribunes ging het stadion letterlijk leven. We verliezen vaak, dat hoort er ook bij. Maar die ene wedstrijd die je dan onverwachts wint, onverwachts promoveert, onverwachts in de Kuip wint, onverwachts hier 3 punten pakt, ja, dat zijn de allermooiste en die onthoud je voor de rest van je leven. Het is al vaak benoemd, maar NAC heeft al jaren de grootste bieromzet van Nederland. In het Radverlegstadion worden meer liters bier gedronken dan in de Kuip of in de Arena. De prijzenkast van NAC mag dan leeg zijn. Breda's supporters drinken het meeste bier en dat is ook wat waard. Als je het hebt over dingen die met elkaar verbonden zijn, ja, NAC en bier hoort wel bij elkaar. Ik bedoel, we houden van gezelligheid, we houden van sfeer. Ja, voor mij en voor heel veel anderen hier hoort er ook een biertje bij. Kunnen we zonder drank? Nee, ja, dan is het echt minder leuk. Je hebt ook van die avonden, bijvoorbeeld vanavond, is het wat later. Zul je zien dat er heel veel mensen al wat meer gedronken hebben dan wanneer het bijvoorbeeld om 7 uur begint. En dan is het gewoon lolliger. NAC zonder bier. Ja. NAC zonder bier, ja, dat gaat niet zonder elkaar, denk ik. Het is geen toeval dat NAC al zo vaak is weggezakt in de modder. Probeer topsport maar eens te combineren met een cultuur van bier drinken en kut roepen. Die vraag krijgen we natuurlijk vaker, hè? Hoe, dat kan toch niet samen? Maar natuurlijk kan het samen. Supporters komen hier voor een avondje, ja, met hun vrienden een biertje drinken. Maar aan de andere kant staat hier een elftal wat op een top wordt voorbereid voor een eredivisiewedstrijd. Dat zijn twee gescheiden werelden die gelukkig regelmatig samenkomen, maar die door de week natuurlijk gewoon gescheiden zijn. Er is een soort mythe dat, ja, klopt ook wel een beetje dat het hier een café is met een groene grasmat in het midden. Maar, we kunnen veel hebben, ook nederlagen, maar ze moeten er wel voor werken. En als klote gaat met de club, dan voel je dat hier echt wel. De sfeer kan hier echt geweldig zijn, maar het kan ze ook heel cynisch omslaan. Maar dat wij alleen maar komen om te zuipen en dat het voetbal niks boeit, ja, dat is gewoon niet waar. De gezelligheid is toch het hoofddoel. De wedstrijd is belangrijk. Maar ik heb altijd het gevoel hier in Breda, om een half uur na de wedstrijd vergeten is en dan nog alleen maar aan de gezelligheid denkt. Ja, hé, voetbal doet er wel toe. Alleen dat moet je samen met je maten doen. Ja, kijk, als je tegenstander beter is en meer kwaliteit heeft, dan kan je verliezen. Dat is geen probleem. Maar als je er met de pet naar gooit, ja, dan ben je voor mij het shirt niet waard eigenlijk. Het is oorspronkelijk gewoon een hele goede, mooie, beroemde, authentieke, historische voetbalclub. En daar gaat het mij als liefhebber in eerste instantie om.
mensen die roepen van... bierzuipen, bierside, avondje NAC. Nee, dat is niet het avondje NAC. Een avondje NAC, dat is gewoon met je vrienden, studenten, bouwvakkers. Want het is allemaal bij elkaar en door elkaar. Alles is in één keer, of je nou student bent of vrachtwagenchauffeur, je bent in één keer met een NAC-sjaal op de bierside, ben je wij. En het is niet bierzuipen en het maakt niet uit wat het resultaat is. Het maakt heel veel uit wat het resultaat is. Maar wat is er mis mee om het ook nog een keer gezellig te hebben? Het heeft totaal geen grip op NAC. NAC dat fris blijft aanvallen en die een onvoorstelbare mooie goal scoort door Alfred Schreuder. Nou ja, kijk, marketingtechnisch is het natuurlijk leuk dat Nederland NAC bekend staat om het avondje. Maar uiteindelijk, het primaire doel van een club moet natuurlijk zijn prestatieve. En die dingen moeten samengaan. En die kunnen samengaan. Amoa zelf. Ja hoor, 2-0. Het is wel een van de redenen waarom dat spelen is toch makkelijker voor NAC kiezen. Het gemoedelijke, gezellige, sfeervolle karakter van die club. Want NAC staat er bij iedereen in heel Nederland gewoon erg goed op. Ja, heel veel mensen komen toch ook voor de entourage, hè? Voor het publiek, voor het volle stadion, de sfeer. Je komt hier niet voor het beste salaris. Je komt hier omdat je beter wil worden. Je komt hier omdat je goed begeleid wil worden. Maar je komt hier vooral ook om in dit stadion te spelen. Wat een sfeer kent, wat bijna in Nederland nergens anders te zien is. Hier heb je een aanhang die er heel veel aan gelegen is om de club, als het nodig is, alle steun te geven. En dat zie je als er een faillissement dreigt. Dat zie je als een wedstrijd verkeerd dreigt af te lopen. Dat zie je als de club gedegradeerd is, dan zit er hier nog minimaal 10.000 man op de tribune. Er is gewoon een hele hechte band tussen de aanhang en de club. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat NAC ook bij mindere resultaten toch altijd nog een uitverkocht huis heeft en er toch bijna altijd 16.000, 17.000 mensen in het stadion zitten. Die ongelooflijke betrokkenheid is precies wat NAC bijzonder maakt. Hoe vaak de club ook degradeerde, hoe vaak NAC ook bijna failliet ging, nooit haalde iemand het in zijn hoofd om de club te laten vallen. Het is onmogelijk om je Breda voor te stellen zonder het avondje NAC. NAC is iets wat je ademt. Dat zit in je, je hebt het of je hebt het niet. Zo simpel is het. Dat is niet uit te leggen. Ik hoop in eerste instantie dat ze gewoon altijd NAC blijven steunen. Breda is NAC, hè? NAC is Breda. Goed, echt niet normaal jongen, ongekend. Tweede helft, je krijgt één kans, je scoort hem. Een score niet meer tegengepakt, 3 punten. Echt fucking goed jongen, echt super. Nou gaan we even een biertje drinken. Lange Brabantse nachten en dan laat naar huis denk ik. Van het avondje NAC houdt, wordt in Breda al snel heel raar gevonden. Die wordt ervan verdacht niets van het leven te begrijpen.